Ja, ik kijk wel uit naar de vakantie omdat ik ga kamperen en zo. Omdat je gewoon lekker even kan bijkomen en even op vakantie gaan. Ja, door de coronamaatregelen liepen heel veel dingen anders, konden dingen niet doorgaan. We hebben een lockdown meegemaakt. Dus dat heeft echt wel een impact op ons gehad als team, maar ook op de kinderen. Dus dat vraagt wel wat aanpassingsvermogen. En ik moet zeggen, dat hebben de kinderen super gedaan. Onze ouders hebben heel erg met ons meegewerkt en meegedacht. En hoewel de leerkrachten echt hun best deden om de kinderen goed aan de slag te houden, heeft dat natuurlijk ook wel impact op je eigen werk. Ja, we moesten in de meet en dan moesten we gewoon, kregen we gewoon werk mee naar huis. En dan moest je dat iedere ochtend maken. En dan, ja, het was wel heel chill, want dan was je eerder klaar. Dus dan kon je heel snel gewoon iets anders gaan doen. Maar aan het einde van de lockdown was het wel echt zo dat ze gewoon naar school toe wilden. Dus niet meer van ik wil thuis blijven, wat dan ook. Gewoon ik wil leren, ik wil naar school, ik wil bij de meester zijn, ik wil bij de juf zijn. Gewoon weer starten. We hebben een paar hele leuke weken weer met elkaar achter de rug. Maar we zijn echt wel allemaal nu toe aan even wat vrije tijd.